Ja, lieve Linda-kijkers, jullie zien het goed. Ik sta alleen maar op het Rode Loper evenement van het jaar. En het Gouden Televisiering. Alle bekende Nederlanders hebben hun mooiste jurken en hun beste pakken uit de kast gehaald. En ja, dan wil ik natuurlijk maar twee dingen weten. 1. Wat hebben ze aan? En 2. Waarom? Ik heb aan een plat schoentje van Valentino. Ja, dat wil ik even zien, want dat vind ik toch wel... Waarom? Waarom? Je dacht bij jezelf, ik doe gewoon plat, kan mij het schelen. Ik vind gewoon dat je met dit soort dingen heel lang moet staan. En dat ik zo vaak al ben aangetroffen met de schoenen in mijn hand. Ja. Hier ook. En dat ik echt dacht, weet je, ik steek mijn geld nou eens in een paar leuke platte Valentino's. Vraagteken. Waarom dit? Luister, ik had ook een hele leuke andere jurk van Melene Berger. Heel, ook leuk. En het was lang en zo. Maar toen dacht ik, ik ga naar het kappert. Ik ga mijn haar leuk omhoog. Zo, leuk. En toen deed ik die jurk aan en dan werd ik een keer zo tuttig. Oeh. En dat vind ik niet leuk. Nee, dit is niet tuttig. En toen dacht ik, ik doe lekker niet tuttig. Nee. Lekker sexy. Wat heb je aan? Adriana Papel. Wauw, wat mooi. Dankjewel. Ja, ik had keuze aan 3 jurken nog. Ja. En ik dacht, op het moment zelf kies ik. Dus om 6 uur was het toch deze. Wat heb je voor mooie jurk aan? Ik heb een jurk van Edwin Oudshoorn aan. Wauw. Je weet gewoon, en ik heb nog nooit dat moment gehad, maar als je een jurk aan hebt, dat je denkt, yes. Deze had ik aan. Er stonden allemaal mensen om me heen. En ik dacht, ja, dit is mijn jurk. Ja. Waarom dit? Nou ja, omdat dit bovenop lag. Ja. Ik hou dat. Oh nee, er staat echt niks in. Maar hier kan het ook nog wel eens staan. Nee, ook niet. Ik zat dat te vertellen. Ik ga af en toe naar het buitenland en dan zoek ik gewoon van die leuke winkeltjes op. En dan koop ik gewoon elke keer een paar jurken en als ik dan wat heb, dan ga ik in de kast kiezen welke ik aantrek. Tony Cohen en de styling van Bjorn van den Berg verder. Goed, heel mooi. Ja, kijk hoe cool. Mijn tas zit vast aan mijn hak. Wow, nou zie ik het ja. Dat. Wow. Ja, ik hou ervan. Dat Addy eigenlijk degene is die dan met een aantal opties komt. En dan moet ik eens gaan kijken met hem wat het beste staat. Waarom deze jurk? Waarom vanavond deze jurk? Omdat hij fantastisch stond en we zaten in tijdnood. Oh! Tijdnood? Dan moet je even zeggen dat we in tijdnood zijn. Tijdnood. Oh! Dit is gewoon nog wat we hadden. Pernille is zo goed afgetraind dat de jurk meteen paste. Owa, even sexy hoor. Ja, hè? Turnouts en alles. Waarom dit pak? Waarom vanavond dit pak? Ja, ik wilde gewoon, kijk, Benoza is gewoon een stoere rol. En het is gewoon een stoer wijf. Dus ik wilde gewoon in een pak. Weten we wat we aan hebben? Zeker. Ik dacht, ik wil iets sexy's, maar ook iets waanzinnigs. Dus ik dacht, nou... Beetje een stoer prinsesje, vind ik. Ja. Waarom dit? Waarom een pak? Ik dacht, dan onderscheid ik me een beetje van de rest. En ik vond het wel echt heel gaaf. Dit valt wel op, toch? En een braid, dat is helemaal van nu, ja. Nou, ik heb er wel echt 10 aangehad, maar deze was eigenlijk meteen wel... Dat ik dacht, ja, daar is hem. Ja. Nou... Ik doe dit niet elke dag aan en vandaag ben ik genomineerd voor een zilveren televisierster. Dat je denkt, jee, en ik wil hem natuurlijk gewoon winnen. Al dat gelul altijd over, ik vind het zo leuk om genomineerd te zijn. Ja, dat vind ik ook leuk, maar ik wil hem ook gewoon winnen. Gaat mama winnen? Ja. Yes! Ik heb hier een jurk van Ezels aan. Echt? Ja. Maar ja, met zo'n lijf. Ja, hij zit goed. De kleur is zo mooi, vind ik. Zo bijzonder en zo anders. Ja, hè? Ja. En jij, waarom deze jurk? Nou ja, dat zie je toch vanzelf wel. Het is echt... Nee, ik deed hem aan en ik dacht, ja, dit is hem. Normaal vraag ik waar iemand zijn jurk was, maar die van jou is van Edwin Oudshoorn. Zeker weten. Ik heb hem vaker op de loper gezien met bijvoorbeeld Hadewig Minis. Ik vind dat hij zulke mooie dingen maakt. En ik wilde gewoon nu eens even een keertje uitpakken en dat iedereen zou denken, wie is die vrouw? Had ze geen naambordje op kunnen doen? Als je die dames hier ziet, man, dat is allemaal smashing. Dan kom ik weer een of andere goedkoop jakkie. Dat kan niet. Nou ja, ik ben natuurlijk zelf niet genomineerd, dus ik hoef niet in een felle kleur of met een grote sleep. Het mag comfortabel zijn. Ja, ik vind het zelf gewoon een heerlijk pak. En ja, het is wel glamour en show wat we echt wel willen op de televisiering. En ja, dit voelde gepast. Floortje Dessing, die normaal gesproken kennen we, hè, met een nat t-shirt, bezweet, haren bungelend. Die loopt nu als een prinses rond en terecht. Hoi. Eén vraag. Oh. Het is de laatste vraag. Mijn moeder heeft nu dit aan. Ja? Cijfer. Ja, een 10. Een 10? Ja. Ik vind het je beeldig zijn. Zo presenteer je het nieuws niet. Nee. Waar is deze mooie jurk van? Van Claes. Claes Iversum. Ja, ik zag hem en toen zei ik, dit moet hem worden. Ik vind hem zo mooi.
Ja, er is toch echt niemand die me vanavond teleurgesteld heeft. Er zijn geen flops vanavond. Dat is echt wel heel bijzonder, want normaal heb ik altijd iets te zeiken. En ja, ik word gewoon echt heel gelukkig, want er is gewoon glamour in dit land. De mooiste was toch echt Isa Hoes en haar dochter, want ja, zij straalde zo mooi. En hoe die dochter eruit zat, dat vond ik echt beeldig. Dus ja, ik ga nu echt heel gelukkig in bed liggen dromen over alle celebrities die Nederland rijk is. Want ja, eindelijk, lieve mensen, het heeft een paar seizoenen geduurd, maar er is glamour in dit prachtige Kikkerland.